Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een goed nieuw video. Goed nieuw. Deze video is goed nieuw. Zoals jullie horen, mijn stemmetje. Verschrikkelijk, man. Mensen, ik was ziek en zo. Gadverdamme. Maar vandaag ben ik niet meer ziek. Vandaag ben ik beter. Alleen een beetje hoesten, een beetje niezen, maar dat is niet erg. We gaan vandaag weer een beetje rondkijken op mijn favoriete app op dit moment. Kaasje. Nee, we gaan vandaag niet echt kaars spelen. Er komt trouwens een nieuwe update aan. Voor de mensen die de kaars spelen, er komt een nieuwe update van Kaasje. Eindelijk, na echt meer dan anderhalf jaar volgens mij. In ieder geval, we gaan weer wat TikToks bekijken vandaag. Want we hebben wat dingen die weer voorbij gekomen zijn. Onder andere de Bradge, die zijn excuses heeft aangeboden. Maar wel weer raar. Hopelijk heb je er zin. Ik wel. Abonneer op mijn kanaal. Kun je beneden. Doe het! Abonneer! Ik wil eerder dan Mattie de miljoen subs halen. Dat kan best, als jullie nu allemaal abonneren. En like de video. Dank je, laten we gaan kijken. Ik kan praten met fruit, hè. Maar alleen die China. Mandarijn. Yes. Bedankt voor het kijken naar deze video. Jongens, Mattie heeft TikTok. Omdat ik hem volg. Nou, Mattie zit echt niet op TikTok. Ik moet jullie uit jullie droom helpen helaas. Mattie zit niet op TikTok. Echt niet. Regel 1. Zet je moeder safe. 2. Wees op je hoede. Nee. 3. Zorg dat je broeder heet. Steun wie het moeilijk heeft. Ja, ik vind deze echt leuk. Voor de mensen die Bachelor kijken, is dit echt leuk. En yes. New car for me. Thank you. Let's go. Really? Really? Ah, la la la. Lambo of Rari, beide. Geen oude chocola, maar ik koop een oude Mars. Maar ik was altijd skeer in mijn oude klas. Nu poel ik op een Lambo met een gouden glans. Dit is toch het allermooiste ooit. Mensen, dit is het beste filmpje ooit, deze. Mijn vermogen wordt geschat op ongeveer een paar miljoen. Maar voor 5 ton aan klokken ligt mijn schaap is hier doen. Niemand gaat voor je doen, ik wil geen zaken met je doen. Ik heb mijn voeten op het gras, ik heb geen voeten naast mijn schoen. Mensen, ik weet niet of jullie weten of ik dit heb meegekregen, maar S.N.L. ging dus laatst uit, maar echt voor het eerst. Hij had alles in zijn Insta-story geplaatst. Ik moest zo tering hard lachen. Echt, ik vond het fucking grappig. Hij heeft die hele avond gefilmd, de hele avond, en een paar biertjes gedronken. En aan het eind was ook van, ja, ik heb een paar biertjes gedronken, maar het gaat goed met me. What the fuck? Dan lekker jongens, dat 20 keer knapper zij zo op het vliegveld zien. Er komt zo'n man voorbij. Wat schitterend. Hier, ik zag dat dit voorbij komen. Wat doet hij nou? Maar dit is een meme account van de best, niet zijn echte account. Behandel je fans gewoon met respect. Oh. Zijn klein. Wait a minute. Oh nee. Griep. Tief straal op. Je weet. Griep. Goed wie ik ben. Vieze. Griep. NSB'er dat je er rondloopt. Griep. Pond. Griep. Behandel je fans. Kartonnetje. Kartonnetje. Hallo, hallo. Dat is leuk. In ieder geval, deze video hebben we allemaal gezien van de Bradge. Dat hij me gedis. Dat hij disrespect vond dat ik geld op af. Nou ja, voor valt het dat ik daarop gecomment. Het zakgeld smaakte zo zalig met 12.300 likes. En dan weet je, het was echt zalig. Het was echt absoluut zalig. Waarbij hij reageerde, held reageerde ook nog echt ook. Toen was ik dus een held. Dat is natuurlijk vreemd. Toen heeft hij dus een video gemaakt waarin hij dus reageerde op een comment van: zo werkt het niet, vriend. Is iemand sneu noemen daarna. Als hij geen reageert, een held noemen. De reactie. Laat ik het zo zeggen. Ik vind de actie dat hij dat doet met het geld en met die tekeningen niet oké. Okay. Maar goed, ik ben er nu achter dat het blijkbaar een meme is, daarom ze het doen. Blijkbaar een meme. Nee, het is geen meme. Ik eet gewoon geld op. Wat is dat een meme aan? Het is helemaal geen meme. Maar ik vind het een held dat hij onder mijn TikTok reageert. Had ik niet verwacht. Ik vond het echt zielig. Die arme Bradge, die maakt een filmpje en verwacht nooit dat wij het zien. En wij zien het en hij is helemaal van... Oké. Wat moet ik nou? En toen kwam daarna, had ik dus die video gemaakt, toen kwam dit. Yo, het is de Bradge hier, maar dat vraag je dan op mijn dikke kop. Ik zit in een nieuwe video van de bankzitters, jazeker. Nou, dat is hartstikke leuk. Wat zeg ik, de bankzitters, één van de bankzitters, Koen. Dank u. Hij reageerde op mijn 2 TikToks die ik gemaakt had. Naar aanleiding van die video van de fanmail. Ja, goed, nogmaals. Het is een beetje raar uitgekomen uit mijn mond en zo. Maar ik bedoelde het helemaal niet kut. Ik vind de filmpjes van de bankzitters geniaal. Ik snap alleen de meme er niet achter.
Met de fanmail. Maar goed, dat is misschien mijn eigen probleem en mijn fout. Nou, kijk, het is sowieso jouw probleem. Want het boeit ons niet. Maar, wat is er gebeurd, Brad? Dat je het zo disrespectvol nu ineens helemaal niet meer erg vindt. Hoe kan dat nou? Het kan toch niet zo snel omslaan ineens? Kom op, Brad, je mening. Hou je mening vast. Zo zeggen, ik vind het tof dat je erop hebt gereageerd, man. En ik wil bij deze even mijn excuses aanbieden. Want het is niet mijn bedoeling geweest dat ik als een soort heikneuterige kneus overkwam. Nee, ik wil geen excuus. Ik had een comment op deze video. Maar op één manier is deze comment totaal niet aangeslagen. Ik had geen blame, Brad. Ik vind je een topper. Check deze comment die boven zit. Dit is een soort video-boodschap voor Koen. Awkward. Ik ga me niet meer bemoeien met de fanmail, want ik snap gewoon de grap erachter niet. Soms is het gewoon beter om je bek te houden. Dus dat ga ik in de volgende ook gewoon doen. Over de bankzitters en fanmail. Brad, jongen, je moet lekker zeggen wat je zelf wil. Je moet niet je mond aan het snoeren. Mop zeggen, we leven in een vrij land. Als jij wat zegt dat het kut is, dan mag je dat zeggen. En dan mag iedereen. Alleen ja, dan mag je ook verwachten dat wij er wat over zeggen. Dan kom ik ook niet sympathiek over. En dat vind ik ook zonde, want ik weet van mezelf dat ik over het algemeen wel redelijk sympathiek ben. Alleen griep. Tief stralen. Je weet griep. Goed wie ik ben, vieze. Griep. NSB'er dat je er rondloopt. Griep. Bond. Oh ja. Yo. Hey, ik kom er nu achter dat de Brad elke video geeft met enorme ademhaling moet horen. Interessant. Hoewel ik het. Ja. Nee. Hoi man. Nou. Dit is fantastisch. De party was lelijk. Nou, de party is zo mooi. Wat zijn de karaktereigenschappen van een miljardair? Wat zijn de karaktereigenschappen van een miljardair? Oké. Niet luisteren naar de gemiddelde. Altijd uitzoeken en ik zal slagen. Wat zijn de karaktereigenschappen van een miljardair? Dat is het ook. Oké. Heb je dat mensen, dan ben je eigenlijk een miljardair. In je hoofd ben je al een miljardair. Ja, het is echt zo. Het is echt fantastisch. Ah, een haartutorial van Monica Geus. Nou, ga ik die morgen toch even nadoen, nee. Nou, even kijken. Ga ik even onder tafel. Hatsa! Gelukt! Paul Reumer, die vieze, vuile, smerige tekkel. Ja, ja, mooi. Dus ik wil ook bijvoorbeeld kijken hoe jij naar een plek vliegt, zoals nu naar Tilted. Hoe ga je daarheen? Ja. Royalistic quote. Oh mijn god. Ik heb klingers, ik heb mijn camera's leeg. Dames en heren. Hallo. De camera was uitgevallen, hij was leeg en ik moest dan ook weggaan en zo. Dus ik heb helemaal geen outro opgenomen, denk ik me nu. Dat ga ik nu even voor jullie doen. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze te gekke video. Vond je het leuk om zeggen naar je omhoog? Brad, dankjewel voor de content. Ik heb er weer van genoten. Ik ben niet boos. Dus even geen video's hierna maken van hopelijk ben je niet boos. Ik ben niet boos, echt niet. Like deze video, abonneer op mijn kanaal, op met 1 miljoen. We gaan Matty inhalen. Gaat zeker lukken. En zie ik je bij de volgende video. De groeten. Hallo. Leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.